Gadokari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Luisteraars en kijkers, ik groet u in die wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Vandaag ben ik weer in uw huiskamer of in uw radio. U luistert weer naar mij. En ik heb weer vandaag een boodschap van de Heer als boodschapper. En Vader, ik bid direct, Heer, dat u, Heer, het woord dat u zal sturen, Heer, naar uw volk, naar zij die zullen luisteren en kijken, Heer. Dat het bemoediging mag zijn, Heer. Maar tegelijkertijd opbouwend mag zijn voor hun geestelijk leven, Heer. Dat ze dichter bij u mogen komen, mijn God, Heer. Ik dank u, Heer, in Jezus' naam. Vandaag wil ik praten met u over Gods woord. Gods woord in uw leven. Het programma heet The Best is Yet to Come. Dus The best is yet to come. Dus je kijkt uit met de verwachting naar wat beter. Wat op je pad moet komen. Dus er is ergens een belofte gemaakt. Er is ergens een verwachting. Van iemand of van wat. Dat u hoopt te ontvangen of te krijgen en uw leven zal verbeteren. En ik zeg u, als u wacht op de Heer, inderdaad, uw leven zal beter worden. Het zal gewoon beter worden. Het zal goed gaan met u. Dat kan ik u beloven. Want God is geen leugenaar. Vaak namelijk krijgen we beloftes van mensen. Vooral namelijk wanneer mensen namelijk in een relatie treden. Dan hoor je, schat, geloof mij. Ik ga je nooit verlaten. Wat er ook gebeurt. Ik zal maar met je zijn. Wie Samsa is een belofte. Of als je gaat namelijk naar een andere zakenman en zegt, luister nou, hey, what about zo, zo, zo. Ik regel het voor jou. Wees zeker, ik kan het voor je regelen. Wees gerust, mijn man. Het komt in orde. Nou, spang. Zijn beloftes. Onze nieuwe regering, ik moet ze feliciteren, by the way. President Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk, gefeliciteerd. Maar zij hebben beloftes gemaakt nu al. Van wat ze willen doen. Voor het land. Ik sta achter ze. Maar again, het zijn mensen. Mensen maken beloften. En als een mens een belofte maakt, kan je niet 100% op gaan rekenen, anders kan je teleurgesteld raken. We doen ons best als mens. Maar we zijn niet in staat. De Bijbel zegt namelijk, ik kan niet roemen over de dag van morgen. Ik weet niet wat de dag van morgen zal brengen. Dus ik ben afhankelijk van God. Ik kan niet rekenen op mezelf. De Bijbel zegt namelijk, we zijn als stof. In Psalm 103 vers 14, daar lezen we een mooie tekst. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig, wij zijn stof. Dat wij stof zijn. De sterveling, in vers 15 gaat hij verder, zijn dagen zijn als gras, als een bloem des velds. Zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, vers 16, is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Dus we zijn als een bloem, zegt de Bijbel. Vandaag zijn we up and running. We zijn geweldig. Maar zoals je een bloem in een vaas ziet, hij verwelkt en hij vergaat. Zo kunnen wij ons dagen niet bepalen van wat de dag van morgen brengen zal. We weten het niet.
alle vlees, 1 Petrus 1:24-25 zegt, alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. U ziet het. Je kan zijn in jouw, hoe zeg men, in je bloei van je leven. 25 opkomend. 40 jaar, zegt men, en nou life bestaat. Maar je kan niet roemen over de dag van morgen. Hoeveel kennen wij die, je hebt ze gezien. Je groet ze, Eva. En morgen hoor je, ze zijn er niet meer. Je wil soms niet eens geloven. Dat boy, net met Batakamang. En hij is er niet meer. Misschien heb je net een belofte gedaan. En hij is er niet meer. Daarom zegt de Bijbel. Vervloekt, in Jeremia 17 vers 5. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Wiens hart van de Heere wijkt. Vervloekt. Omdat een mens niet in staat is namelijk te waarborgen en zeker te zijn van wat hij voor jou kan doen morgen. Kan niet. Er is maar één persoon die dat wel kan doen. En dat is onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij alleen kan het bepalen. En zeggen, wees niet bang, ik ben met je tot aan de volleinding deze wereld. Het is een belofte die hij alleen kan waarmaken. Want hij is het begin, het einde en de en het toekomst. Hij is die Alpha, de Omega. Hij alleen. Hij zegt, ik ben de weg, waarheid en het leven. Wie anders kan dat zeggen? Wie anders heb je gehoord namelijk, die zegt, ik ben de weg, ik ben het licht, ik ben. Geen enkel ander in deze wereld heeft dat kunnen zeggen en kunnen waarmaken. Misschien kunnen zeggen, maar waarmaken is wat anders. Hij zegt, ik ben het levend geworden woord. Dus Jezus alleen kan je de garantie geven als hij jou wat heeft beloofd in het woord. Dat je erop mag gaan staan. Maar dat ik kan praten, ik kan het woord doen. Ik mag het vertrouwen. Hij alleen kan het waarmaken voor u. Denk maar aan de gelijkenis die hij gaf in Matthäus 8:24 en Lucas 6. Over die rots, mulzand, een wijsman bouwde zijn huis op een rots. En de regen stroomde neer en het huis viel niet om. Maar een dwaas man, dat is dwaas wanneer je je vertrouwen gaat stellen op mensen. Wanneer je namelijk denkt dat jij het zelf kan. Wanneer je denkt dat jij alle wijsheid in pacht hebt. Dan ben je dwaas. Die bouwde zijn huis op het zand. En de regen, die problemen, die omstandigheden kwamen. En het huis viel om, want hij kon geen stand houden. Hij had geen fundatie genoeg. Hij was niet in staat zichzelf te dragen. Maar een wijze man. Iemand die bouwt op het woord van God. Iemand die God tot zijn rechterhand heeft gesteld. Wat er ook komt. Hoe de situatie er ook eruit ziet. Je mag weten. U zal stand houden, maar je moet vasthouden aan de belofte. Want die stormen zullen komen. Ja, er zullen problemen komen op je pad. Er zullen vraagstukken komen op je pad. Die zal afvragen, hoe los ik het op? Maar als je ze brengt naar de Vader, naar de Heer, die jou beloofd heeft, dat hij met je zal zijn, en dat hij voor je zal zorgen, dan worden die problemen namelijk opgelost. En hij is nooit te laat en nooit te vroeg. Maar het is altijd op tijd. Je moet alleen vasthouden. En geloven dat hij een waarmaker is van zijn woord. Dat zult u zien. Dus, neem dat even in je gedachten. Je vergelijkenis van die rots. Staan op die rots. Gebouwd zijn op die rots. Dat zult u zien. In Johannes 1 vers 14 staat hij namelijk. En het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond en zijn heerlijkheid aanschouwd. Het is vlees geworden, het levend geworden, het woord van God.
Het woord van God leeft. Heeft onder ons, het woord van God heeft onder ons gewoond. Het is een levend orgaan. Dus, u kunt hem vertrouwen, want hij zegt, hij weet precies waardoor wij gaan. Hij leeft met ons mee. Romeinen 11, vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Alles is door hem. Dus je mag vertrouwen, hij is in staat al uw noden, al uw situaties op te lossen. Dus als je op iemand wil vertrouwen, als je op iemand wil volgen, volg Jezus, volg het woord. Waarom kunnen wij volledig vertrouwen op Gods woord? Waarom? Zijn dit? Omdat hij gewoon alles geschapen is. Alles is door hem. Al hetgeen dat u ziet met uw ogen, heeft zijn bestaan in hem. Al hetgeen dat u verlangt, heeft zijn bestaan in hem. Dus als u een genoegen nodig hebt, als u een favor nodig hebt, als u wat nodig hebt, mag je bij hem gaan. Want hij heeft gezegd, kom vrijelijk. Kom, vraag. Zolang het in zijn wil is, zal hij u geven. Psalm 12, vers 7 zegt namelijk, Gods woord is zevenvoudig gelouterd. Dus ik geef u reden namelijk waarom u het woord mag geloven. Als men in staat was om dit woord te bewijzen met alle onderzoekingen, dat er hiaten en problemen in zijn, had men het gedaan. Maar het is zevenvoudig gelouterd. Denk aan goud. Je vindt goud namelijk ergens in een van de goudmijnen. Men brengt het en gaat het louteren. Dat wil zeggen, men gaat het onder vuur zetten. Men gaat het smelten. Alle onreinigheden gaat men wegskimmen, gaat men weghalen. Eén keer. Doet men het nog een keer, twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer, zes keer, zeven keer. En het is dan zuiver. Gods woord is zuiver. Daarom zegt de Bijbel namelijk. In hem is er geen ommekeer van zin. Je mag hem vertrouwen, hij heeft niet twee zijden. Hij heeft niet een oplichtende zijde en een goede zijde. Een bedriegende zijde en een goede zijde. Nee, what you see is what you get. Er draai je 360 graden rond hem heen. Is God. Hij is één. Hij is puur. Hij is heilig. Dus je mag gewoon hem blindelings vertrouwen. Je hoeft niet te gaan redeneren. Zoals we gewend zijn namelijk. Om te denken dat, hé, jong, amma no kormi no. Of was van mijn lafu. Amma no kormi. Je hebt een vertrouwen maar helemaal. Ja. Nee, bij God mag je helemaal gaan en hem totaal vertrouwen. Gods woord is te vertrouwen. Dus, als we kijken namelijk, waarom? Dat zien we namelijk in Johannes 1 vers 12. Hij zegt namelijk, doch allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Macht heeft hij ons gegeven als we hem hebben aangenomen. Maar wat is die macht? Wel, die macht is gewoon het woord van God dat je krijgt, dat komt wonen in je hart. Denk aan het mosterdzaadje, voorbeeld ervan. Het is klein, maar we zeggen, Jezus, kom in mijn hart.
Jezus is het woord van God. Dus hij komt in ons wonen. Dus het woord van God komt in ons wonen. In Johannes 4:1-4 zegt namelijk: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het leven, dus het levend woord is in ons komen wonen. En als wat levend in ons komt wonen, mogen we gebruiken een voorbeeld van een coronavirus. Iedereen weet hoe gevaarlijk het is. Jezus is het contra ervan. Maar is ook een levend orgaan. Dus als hij komt in ons, dan gaat hij bewegen. Hij gaat willen leven. Hij gaat zijn plaats willen. Hij wil uitspreiden in ons. Maar zoals in feite wij alle moeite doen om die coronavirus uit ons leven te houden. Zo kan het ook gebeuren met het woord. Dat jij ook alles doet dat hij geen ruimte krijgt in jouw leven om tot functie te komen. In het woord was levend. Het woord is levend. Het woord namelijk van God dat in u komt is levend. Hebreeën 4 vers 12 zegt namelijk. Want het woord Gods is levend en krachtig. Levend en krachtig. En op gewoon staan die man. In feite, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die alles in zijn hand heeft. Die is in u komen wonen. Zoveel power hebt u nu om te kunnen overwinnen. Om een kind van God te worden. Hij gaat schiften wat daar niet thuis hoort. Hij gaat voor je naar voren brengen. In Petrus vindt u dat daar staat namelijk dat wij wedergeboren zijn. En door het levende en blijvend woord van God. Het levend en blijvend woord van God. Dus wat in ons komt is leven. Het bruist, het wil zich ontwikkelen. Ons hart moet goede grond zijn. Denk aan die saaier. Het gelijkenis van die saaier. Jezus zegt, hij ging rond en hij zaaide. En het viel op gewone steen achter grond. En die vogels kwamen. Het viel tussen doornen. Tussen steen achter grond. Het kwam en doornen eerst. Dat zijn die problemen, levensproblemen. We ontvangen Jezus. Maar wij zijn zo gevangen door onze omstandigheden, door onze situatie, waardoor wij geen tijd besteden aan het woord. Dus het blijft daar en het gaat dood. Een ander deel die tussen het groeit, maar ook de omstandigheden, we gaan er runnen aan mee, enthousiast. Jezus, 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 Jezus. Maar na een tijdje worden we moe. Want er komen andere situaties op ons. Waardoor we geen vrucht kunnen dragen. Maar één deel. En ik hoop dat dat deel is u. Valt in goede grond. Die vrucht gaat voortbrengen. 100-voudig, 60-voudig, 30-voudig. Goede grond. Die begrijpt namelijk dat het enigste dat mij kan doen staan. Of dat u kan doen staan. Is u houden aan het woord van God. U zich overgeven aan het woord van God. Dus die beloftes, het woord van God is belangrijk voor uw leven en voor mijn leven. Om stand te kunnen houden in deze maatschappij, in deze wereld. Want Jezus zegt namelijk, we zijn in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Dus we moeten wat hebben, een houvast, een zekerheid, our best is yet to come. Wij verwachten Jezus, anytime, our best.
Er is geen betere best dan dat hij, dat wij hem ontmoeten. Dus we verwachten hem. Maar het vereist namelijk dat we hem ruimte moeten geven. Om in ons leven te werken. Ik zei al, denk aan het mosterdzaadje. Zo is hij gekomen in je leven. En van daaruit namelijk, het voorbeeld zegt, moet het uitspruiten. Vogels moeten kunnen nesten. Met andere woorden, je moet beschikbaar worden voor anderen rond je. Mensen moeten kunnen komen en hulp vinden bij jou. Bescherming vinden bij jou. Je moet wat kunnen betekenen voor je medemens. Dus laten wij samen namelijk ons gaan meer gaan focussen op het woord. Dan op de omstandigheden die rond ons zijn. Ja, ze zijn er. Maar als wij het zout worden, als wij het licht worden, dan kunnen wij ze die duisternis weg doen schijnen. Die situaties in mensenleven kunnen wij oplossingen voor aandragen. Het zout. Maar het vereist dat wij goede grond blijven. Dat we goede grond blijven. Jezus zegt, God is de landsman die gaat werken op het akker van ons hart. Waar het woord moet groeien als een boom. In Colossense staat de naam. Wanneer we Jezus accepteren, moeten we geworteld worden. Dat wil zeggen, we moeten groeien. Om vrucht te dragen. We kunnen niet zo blijven. Kroa. Je kent, je hebt zo'n soort plantjes toch. Je maakt alle moeite. Maar planten want gro. Hij dan kroa. Dus hij blijft klein. Hij komt niet tot ontwikkeling. Maar we moeten geen kroa christenen zijn. We moeten ready zijn. Verlangen. Dat Heer, bewerk mij. Zet mes voor me. Doe ons aan, Ami. U woont in mij. Ik stel me open voor u. Ik zal niet koppig meer zijn. Ik zal niet meer mijn eigen denkje hebben. Maar ik wil ready zijn voor u. Goede grond. Ik wil vrucht voortbrengen. Landsman, snoei mij. Mes mij. Help mij. Maar u weet hoe dat gaat. Hij heeft gezegd aan Jozua. Overpeins dit wetboek. Zelfde zeg ik u. Zelfde zeg ik ook aan mezelf. Wij moeten dit wetboek, wij moeten dit boek gaan overpeinzen. En niet zonder meer overpeinzen. Maar het moet deel worden van ons. Wanneer gaan we vrucht voortbrengen? En je weet welke vruchten, toch? In Galaten, vindt u de vruchten, Galaten 5, zoveel. Vrucht van de geest. Geest van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Want dat zijn de vruchten die dan zullen voortkomen uit ons. Als wij de landsman de ruimte geven. Als wij het woord ruimte geven in ons leven. Maar dan weten wij ook dat al die beloftes die hier staan, dat wij ook deel aan hebben. In uw streamen heb ik genezing ontvangen. U zegt, als ik bid, Heer, alles dat ik bid in uw naam, zal ik ontvangen. Dat zijn beloftes. Maar het vereiste is, als je van me houdt, zal je blijven in mijn geboden. En dan zal ik en mijn vader komen woning maken in u. Zie, het woord zal woning maken in u. Het woord wil in u wonen. U accepteert het woord, want u zegt, Jezus, ik accepteer u. En vandaag namelijk wil ik ook weer mensen de gelegenheid geven om te zeggen, Jezus, ik accepteer u. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus God wil dat u niet verloren gaat. Hij wil dat u komt genieten van al de beloftes die hij heeft opgetekend voor ons. Doen optekenen voor ons. Maar het ligt aan u. Uw besluit. Dus als u met mij wilt bidden en zeggen, ik wil de Heer accepteren vandaag, dan wil ik nu op dit moment met u gaan in gebed. U zegt mij gewoon na. De woorden die ik uitspreek, herhaalt u.
Maar met een hart zeg: Heer, nu zijn het mijn woorden die ik opstuur naar u. Zeg: Vader, ik dank u voor uw genade. Ik dank u, Heer, dat u ook voor mij bent gegaan aan het kruis. Vergeef mij, Heer, al mijn zonden. Al hetgeen, Heer, ik heb gedaan tegen uw woord. En ik dank u, Jezus, voor nieuw leven. Dat ik vanaf vandaag, vanaf dit moment, een kind van u ben geworden. Amen. En ik wil afsluiten met u allen. Het algemeen gebed. En ik ga de Vader vragen vandaag. Dat als u ziek bent, dat hij u geneest. Als u problemen heeft, dat hij u tegemoet komt. Ik ga met u samen vertrouwen in genezing, in het doorbraak van uw leven. Vader, ik dank u voor dit moment, Heren. Voor alle kijkers en luisteraars, Heren, naar dit programma. Heren, wat ik u vraag, Heren, dat zij de tijd hebben genomen om te luisteren en te kijken naar mij. Heren, zegen ze, Heren. Heren, kom ze tegemoet als het nou genezing dat ze nodig hebben, Heren. Als het nou een antwoord is dat ze nodig hebben, Heren. Wat het ook mogen zijn, Vader, Heren. Heren, ik claim het voor ze. En ik spreek, Heren, zegen uit naar ze toe. In Jezus' naam. Amen.